Deze reportage wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen. Ja, ik kreeg de vraag of ik twee microfoons een probleem vond. Nee hoor, dan doen we het met twee microfoons. Twee handen vol. En ik blijf even in de zon staan, want wat een fantastische dag om een zonnepark te openen. Als dit een voorteken is voor de komende 25 jaar, dan gaan we nog een heleboel mooie, schone, groene stroom opwekken. En dat is waar we vandaag hiervoor staan. Als onderdeel van de regionale energiestrategie, de RES, is dit het eerste zonnepark in de gemeente Oosterhout. Grootschalige zonnepark in ieder geval wat we gaan openen. Waarmee we ook echt een bijdrage gaan leveren aan de energiedoelstellingen die we hebben. Om klimaatneutraal te gaan worden op termijn in 2050. Dit project zit ook goed in elkaar. Het mooie van dit project, aldus wethouder Guus Beenhakker, is dat omwonenden mee kunnen profiteren. Met een mooi woord participatie genoemd. Dit geldt voor huiseigenaren en in de toekomst wellicht ook voor huurders. Dan is het tijd, denk ik, om nu de zon nog schijnt, om het park te gaan openen. Oké. Jij weet waar het knopje is. Wauw. Ja. Nu kijk ik vast de handen. Sneller goed, waar je het project voor elkaar krijgt. Dit hoort er niet bij. Ja, gaat goed, Guus. Yes, de park is open. Wie nou het gras komt maaien onder de panelen? Nee, ja, de schapen, ja. De schapen? Ja. Ja, hebben ze zulke kleine schapen? Ja, die grijpen er onderdoor. Ja. Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.